Nou, ik ben Laura van Oppen, sectormarketeer voor de akkerbouw. Normaal gesproken zouden we nu van start zijn gegaan met het organiseren van de Proef de Dag-bijeenkomsten. Nou, vanwege het coronavirus zullen we dit jaar op een andere manier aanpakken. Door middel van Proef de Dag online. En mijn collega Wim in het Veld zal hier iets meer over gaan vertellen. Goeiedag, ja, ik ben dus Wim in het Veld, sectormanager akkerbouw bij Van Nieperen. Nou, vandaag de start is van Proef de Dag online. We staan hier in het proefveld in Oude Tongen. Nou, we gaan allerlei gewassen en allerlei proeven, producten laten zien. Nou, we hebben van het jaar weer een heel bijzonder jaar gehad. Een voorjaar die ontzettend droog was. Nou, wat de komende zomer gaat worden, dat zullen we zien. Maar droogte brengt ook een hoop stress met zich mee in de gewassen. En afgelopen jaar hebben we daar heel veel ervaring al mee opgedaan. Dat we toch met bepaalde producten de gewassen toch aan de groei kunnen houden. En het aan de groei houden van de gewassen, dat betekent dat we op het juiste moment de juiste meststof en biostimulanten moeten geven. Nou, in alle gewassen die we laten zien, gaan we dat ook laten zien. Welke producten dan we toepassen. En nou, aan het eind van het jaar kunnen we dan de resultaten zien. En mogelijk dan de komende winter weer met u gaan bespreken. Nou, de gewassen waar we allemaal proeven hebben liggen, dat zijn natuurlijk de uien, de aardappelen, graan, suikerbieten. Maar ook nog in bruine bonen en wortelen. Al die proeven die er liggen, die gaan we de komende weken laten zien. Verder zijn we bezig met fertigatie in de akkerbouw. Ook dat wordt een item het komende jaar. En met biostimulanten natuurlijk een nieuw item wat we ook samen met Van Nieperen International doen. En dat project dat heet Plant for Plant. Ook daar hebben we diverse proeven liggen en die kunt u de komende weken allemaal bij ons via deze filmpjes gaan zien. Deze versie van Proef de Dag zal dus online plaatsvinden. Door middel van video's gaan we u op de hoogte houden van de actualiteiten rondom onze proeven. Deze video's die zullen we met u delen via ypres.com/proefdedag. En daarnaast zullen we deze video's iedere week met u delen via ons akkerbouwnieuws. We treffen u graag bij Proef de Dag online.